Welkom bij een nieuwe aflevering van het project Wil jij er voor mij zijn? De mens heeft behoefte aan aandacht, tijd en een luisterend oor. Gewone behoeften en wensen zou je denken, maar zo gewoon is dat niet voor de cliënten van Cerelo. Het project Wil jij er voor mij zijn brengt dit probleem onder de aandacht. Onder andere door deze serie. Een serie waarin we op zoek zijn naar verhalen. En in deze aflevering zoeken we naar verhalen over seksualiteit. En daarom zijn we op bezoek bij... Ik ben Ilia. En hoe oud ben jij? 21. En waar zijn we nu precies? In Zwolle. We zien Ilia niet. Dat komt omdat ze haar verhaal enkel anoniem wil delen. Ilia is transgender. En de beslissing om een transitie in gang te zetten ging niet over één nacht ijs. Ik wist al vanaf mijn tweede, derde dat ik wel een meisje was. Of in ieder geval geen jongen. Dat vrouwelijke trok mij meer aan. Ja, en toen maakte ik al wel heel duidelijk naar mijn ouders dat ik... Ja, toch wel met meisjes dingen wou spelen en zo. Maar ja, dat mocht niet, omdat ik dan een jongen was. Kinderen zeggen het ook gewoon letterlijk, hè? Die zeggen ook letterlijk, ik wil een meisje zijn. Of ik wil geen piemel hebben, bijvoorbeeld. Het is vaak pas op latere leeftijd dat ze zich gaan schamen. Of dat het lastiger wordt door hoe de omgeving erop reageert om erover te praten. Dat zag je bij Ilia ook gebeuren. Met 11 was een periode dat mijn moeder tegen me zei van... Oké, als je niet meer gepest wil worden en zo, dan moet je je aanpassen. Dan moet je maar net alsof doen dat je een jongen bent. En ja, vanaf dat moment heb ik dan gedaan wat mijn moeder wou, wat ik ging doen. He, dus dan net alsof toen ik een jongen was en die gevoelens voor mezelf houden en die gevoelens niet uiten. En ja, dan zou dat wel goed komen. En toen kwamen we naar Nederland, was ik inmiddels 12. Heb ik precies hetzelfde gedaan, gevoelens gewoon... En negeren. En dat heeft tot en met ongeveer 15, 16 geduurd. Vanaf mijn 16e, 17e kwam Cerelo ook in beeld. Hoe reageer je? Misschien wel eerst even van hm? En daarna ook eigenlijk wel van ja, ook eigenlijk niet verbaasd. Niet echt verbaasd. Het paste wel bij haar. Ilia luchtte haar hart en sprak uit dat zij zich niet fijn voelde in haar lichaam. Hoe reageer je vervolgens als begeleider? In ieder geval, de dag dat ik met haar werkte en dat ik het gehoord had, denk ik ook dat ik, en ik heb haar gezien, dat ik het ook al met haar heb over gehad. Maar weet je, ik ben niet zo iemand die dan gaat zeggen, nou ga eens zitten en dan gaan we het eens even over hebben. Nee, ik ben dan meer van eigenlijk van tussen neus en lippen door. Want weet je, het is ook voor haar wel een ding om het te zeggen. En als dan iedereen gelijk met haar zo in gesprek wil gaan, denk ik niet dat dat heel prettig is. Dus ik ben altijd een beetje van... Een beetje achterover en dan ze komen wel. Wat wij in het geval van Ilia hebben gedaan is dat we daar meteen heel goed met het hele team over hebben gehad. Van nou, hoe gaan we hier dan op reageren en hoe kunnen we haar zo goed mogelijk steunen? Net zoals als een kind bij mij zou komen met een dergelijke vraag, dan wil je ook dat je kind gelukkig is. Dus volgens mij moet dat de insteek zijn. Ik denk dat het belangrijkste is dat begeleiding vooral heel erg zonder oordeel luistert naar, nou ja, wat vertelt deze cliënt nou? En waar zit hij of zij mee? En vooral niet het gevoel geven aan de cliënt dat bepaalde dingen niet gezegd mogen worden. Volgens mij gaat het dan om dat je iedereen zoveel mogelijk helpt. Ook zeg maar in beeld brengt wat de gevolgen zijn en mensen in staat stelt om daar ook de juiste keuze in te maken. Ilia wist al snel dat ze niet ging wachten op haar transitie in Nederland. De lange wachtrijen hier brachten haar in Antwerpen, bij onze zuidenburen. Die beslissing zorgde voor wrijving. Ja, dat ging wat lastiger, omdat ze per se wouden dat ik ging wachten op Nederland. We hadden dat allemaal in ons hoofd. Nou, dat duurt 2 jaar en dan komt Ilia en die zegt van... Nou, maar ik kan ook naar België, naar Antwerpen en dan ben ik eerder. Ik heb dat als heel erg vervelend ervaren. Heb ik gewoon gezegd, ik vind het niet leuk en ja, ik ga wel gewoon naar het buitenland en jullie kunnen me niet tegenhouden. En dat snap ik heel goed. Zij heeft het zo lang... onderdrukt voor haar gevoel. Hè? En zo lang heeft ze het gevoel gehad, ik mag er niet zijn. Op een gegeven moment was het oude niet open. Hè? Ja, en dan wou ze het liever nog gisteren dan vandaag, dat het dan ook geregeld is. En dat begrijp ik heel goed, want je kan eindelijk jezelf zijn. Weet je, Ilia die regelt alles zelf. Had alles al geregeld, of haar ouders gingen mee, of tante ging mee. En daarin hoefden wij eigenlijk helemaal niet zo heel veel te doen. Ilia's vastberadenheid heeft ervoor gezorgd dat ze nu gelukkig is en kan terugkijken op een geslaagde transitie. Wat is er geleerd van dit traject en wat moeten we onthouden? Ook wij en ook ik als professional heb niet overal een antwoord op en moet soms ook over dingen nadenken. Van wat vind ik daar zelf van?
Maar ik vind ten alle tijde de vraag serieus nemen. Heb het er met elkaar over inderdaad. En probeer inderdaad je te verplaatsen in de situatie van de ander. Mijn tip voor begeleiders is, mocht iemand die transgender is bij jullie komen en hulp zoeken, ja, ondersteun ze gewoon. We hebben natuurlijk beleidsdocumenten over allerlei vraagstukken rondom seksualiteit, maar ook genderidentiteit. We hebben een transcafé. Dat wordt door Transvisie georganiseerd. En er is een transgendernetwerk Nederland wat ondersteunt. Dus we proberen op allerlei manieren wel mensen van de juiste informatie en de toegang tot informatie te voorzien. En er is een netwerk van deskundigen zeg maar, in de regio's die op dit gebied kunnen ondersteunen. En daarnaast is er het nodige aan ervaringsdeskundigheid. Wat vooral ook heel erg belangrijk is voor jou als cliënt, als je met deze gevoelens worstelt of met deze gedachten loopt, hè, dat je denkt, ik weet niet zo goed hoe ik me nou voel en wat is het nou, dat je dus ook voelt dat je het mag gaan uitspreken. Hè, en dat je dus niet, zoals wat bij Ilia, wat zij aangeeft, dat ze het heel lang heeft moeten wegstoppen. Wij willen er allemaal voor jou zijn. Hè, de begeleiding wil er voor jou zijn, de gedragswetenschappers, iedereen die bij jou betrokken is, wil er voor jou zijn. Het is juist heel mooi als jij het kan gaan delen. En dat delen fijn is, daar weet Ilja alles van. Ik ben nu gelukkig. Innerlijk past nu bij uiterlijk. En ja, dat matcht gewoon. Dus.